Bewoners en weggebruikers van bepaalde buurten in Suriname hebben bij regentijd vaak te kampen met wateroverlast en de gevolgen hiervan. Dat was de reden voor een presentatie door de coördinatoren van deze straten over de watersnood aan de Polak, Alberga, Als en de Mullerstraat. Niet alleen werden de oorzaken van wateroverlast aan de orde gesteld, maar diende deze activiteit evenals een pilotproject. De coördinatoren lieten het ministerie van Openbare Werken zien waarom oplossingen voor de wateroverlast essentieel is. Volgens straatcoördinator van de Albergastraat, Marina de Costa, is het collectief standpunt op lange termijn onder andere aanpassing van de wetgeving rond boetes en inspectie van straten en waterbergingsputten. Voor oplossing van de problematiek op korte termijn zijn de volgende voorstellen voorgedragen. Een van ze is het uitbaggeren van het kanaal en het ontbossen en het schoonmaken. Tweede is dat we graag de verzakkingen in kaart zouden willen brengen in deze omgeving. En we vragen dus aan OW of ze dat voor ons kunnen doen. En ook hoe dat herstel kan plaatsvinden. Een andere korte termijn oplossing is een kolkenzuiger inzetten. Dat hebben we ook al besproken met de minister. Een voorstel is dat het leger en eventueel gedetineerden het gebied onderhouden op reguliere basis. De oilspill die we hebben gezien bij het pompgemaal zouden we graag willen laten onderzoeken. Waarom is er geen water in de trens aan de Dr. Sophie Redmondstraat? En waar loost het water hier op de hoek bij het nieuw gebouwde cafetaria gebouw hier op de hoek? Satish Mohan, waarnemend directeur civiel technische werken, zei dat er vanuit het ministerie wordt gewerkt aan een plan voor aanpak van deze problematiek. Aan de hand hiervan zijn reeds enkele lopende projecten aan de orde gesteld. Ook zei Mohan dat er wordt gewerkt aan rehabilitatie van de pompgemalen aan de Benjaminstraat. De ervaring is ook dat in de afgelopen 10 jaar het erger en erger is geworden. En dat is gewoon omdat dat pompgemaal niet functioneert. En je vraagt wat er is gebeurd. We hebben het, ik weet niet hoeveel die mensen van me zijn hier, ik geloof bijna 8 maal geprobeerd om aan te besteden, zodat we het kunnen rehabiliteren. Allerlei vormen, maar het is nog niet gelukt. Tot nu. En nu hebben we een contract en de aannemer is bezig om het pompgemaal te rehabiliteren. Na de presentaties zijn de buurtbewoners met de bewindsman in dialoog gegaan om op korte termijn te komen tot een realiseerbare oplossing voor de wateroverlast.